De principes in de kwantumfysica zijn vaak moeilijk voor te stellen. We weten bijvoorbeeld dat een elektron op twee plaatsen tegelijkertijd kan zijn. En ook dat je door iets op kwantumniveau te meten, de toestand van wat je meet verandert. Gekke dingen, waar Ronald Hansen op het Kavli Instituut voor Nanowetenschappen aan de Technische Universiteit Delft dagelijks mee te maken heeft. De principes zijn zo vreemd voor ons omdat wij opgegroeid zijn met twee basisideeën. En één basisidee is dat de eigenschappen van een object niet afhangen van of wij er naar kijken of niet. Die eigenschappen die zijn er altijd. En dat heet realisme. En het andere aanname die wij altijd hebben is dat wat er ook gebeurt met een deeltje, het kan alleen maar veroorzaakt worden door iets wat zich in de directe omgeving bevindt. Dus alles wat er gebeurt komt door de nabije omgeving en niet door iets wat helemaal aan de andere kant van het universum is. En dat is de lokale ingrediënt en die twee aannames samen heten lokaal realisme. Nou, het grappige aan de kwantummechanica is dat wij daaruit hebben geleerd dat lokaal realisme een foute aanname is. En dus eigenlijk tegen de intuïtie ingaat die wij leren als wij opgroeien. Teleportatie klinkt als science fiction. Maar in de kwantumwetenschappen is het al veel meer science dan fiction. Ronald Hansen werkt aan de teleportatie van de toestand van de ene elektron naar de andere. Teleportatie vormt een belangrijke schakel bij de ontwikkeling van de kwantumcomputer. Ja, een van de principes die we onderzoeken voor de kwantumcomputer is quantum teleportatie, of kortweg teleportatie. Nou, het is leuk omdat er daarbij twee hele gekke dingen uit de kwantummechanica samenkomen. Namelijk verstrengeling van deeltjes en de kwantummeting. Nou, een verstrengeling van deeltjes is eigenlijk een hele bijzondere toestand. Als twee deeltjes verstrengeld zijn, dan hebben ze een relatie met elkaar, waarbij we de gezamenlijke toestand van de deeltjes exact weten. Die kunnen we precies beschrijven, we weten exact wat er gebeurt. Maar over de toestand van de individuele deeltjes weten we helemaal niks. Daar is niks over te zeggen. Nou, het voorspelbare gedeelte van deze verstrengelde toestand, die gebruiken we in de kwantumteleportatie. En het mooie is dat die bijzondere relatie, dat die niet afhankelijk is van de afstand. Zo kan die relatie bestaan over een paar nanometer, maar die kan ook bestaan voor deeltjes die lichtjaren uit elkaar zijn. Het tweede ingrediënt voor kwantumteleportatie is de kwantummeting. Als we nou twee verstrengelde deeltjes hebben, en we doen een meting, een kwantummeting aan één van de beide deeltjes, dan wordt de toestand van het andere deeltje ineens toch goed bepaald. En dan weten we wel wat dat deeltje is. Dus door het meten van het ene deeltje wordt tegelijkertijd in één klap ook de toestand van het andere deeltje goed bepaald. Deeltjes kunnen met elkaar verstrengeld raken doordat er een wisselwerking is tussen de deeltjes. En heel veel deeltjes zitten heel dicht bij elkaar en die zijn dus al verstrengeld met elkaar. Maar om de verstrengeling te kunnen meten moeten we de deeltjes uit elkaar halen. En het werkt als volgt. We beginnen met twee afzonderlijke elektronen die we uiteindelijk met elkaar willen verstrengelen. En elk elektron laten we één lichtdeeltje uitzenden, één foton. En we zorgen dat dat foton verstrengeld is met het elektron. Die lichtdeeltjes die sturen we nou af op een half doorlatende spiegel. En we kijken aan de achterkant van de spiegel waar de deeltjes terechtkomen. En afhankelijk van de positie waar we die deeltjes vinden, weten we of we de elektronen in een verstrengelde toestand hebben gebracht of niet. Als je nou eenmaal die verstrengeling hebt en je combineert dat met een kwantummeting, dan kun je de toestand van één deeltje teleporteren naar een ander deeltje. En daarvoor hebben we drie deeltjes nodig. Deeltje A, die heeft de toestand die we willen gaan teleporteren. We hebben een mediator deeltje nodig, dat noemen we deeltje B. En we hebben een deeltje C, waar we de toestand naartoe willen teleporteren. Allereerst breng je het ontvangende deeltje C en het mediator deeltje B in een verstrengelde toestand. Een deeltje A heeft de toestand die we gaan teleporteren. Nou, vervolgens voeren we een hele slimme meting uit. We gaan namelijk kijken op welke verstrengelde toestand de toestand van deeltjes A en B samen het meeste lijkt. En het grappige is, als we die meting eenmaal hebben uitgevoerd, dat deeltjes A en B dan ook daadwerkelijk in die toestand zitten. De situatie is nu dus als volgt. Deeltjes A en B zijn in een verstrengelde toestand. En deeltje C is het deeltje dat de toestand gaat ontvangen. En we hebben een meetuitkomst. Nou, de meetuitkomst van de meting op deeltje A en B vertelt mij nu wat ik nog moet doen met deeltje C. Dat kan zijn dat ik niks hoef te doen, maar het kan ook zijn dat ik deeltje C nog een beetje moet draaien. En als ik dat eenmaal heb gedaan, dan is de toestand van deeltje C precies hetzelfde als de toestand was van deeltje A voor we begonnen met de teleportatie. Dat betekent wel dat de toestand van deeltje A veranderd is. Die is niet meer hetzelfde als hij was. En dat moet ook, want er is een fundamentele wet in de kwantummechanica die zegt dat we een kwantumtoestand niet kunnen kopiëren. Dat wordt het no-cloning theorem genoemd. Dus als je nadenkt over het klonen van mensen,
dan weet je al dat de kwantummechanica zegt dat het op het allerlaagste niveau in ieder geval niet mogelijk is. In principe zou je ook jezelf moeten kunnen teleporteren, want ja, wij mensen bestaan uit dezelfde elementaire deeltjes die wij gebruiken in onze teleportatie-experimenten. Alleen, wij bestaan uit zoveel deeltjes dat het praktisch onmogelijk wordt. Een van de toepassingen van teleportatie is het versturen van kwantuminformatie over lange afstanden. Nou, voor communicatie over lange afstanden maken we altijd gebruik van licht. Wat we namelijk kunnen doen, is de informatie in één keer van het beginstation naar het eindstation kwantum teleporteren. Nou, dat betekent niet dat de informatie instantaan naar de andere kant van de wereld kan. Want we moeten namelijk nog steeds vertellen aan de andere kant van de wereld wat onze meetuitkomst was. Zodat ze aan de andere kant van de wereld weten wat ze met het deeltje op het eind moeten doen. Of ze niks moeten doen of nog een beetje moeten draaien. Dus zowel de teleportatie zelf instantaan is, is de informatieoverdracht uiteindelijk toch gelimiteerd door de snelheid van het licht. Een andere toepassing voor teleportatie is in een toekomstige quantumcomputer. Zoals we nu denken zal een quantumcomputer eruit zien als een verzameling van een heleboel kleine rekeneenheden. Dus niet één grote megaprocessor, want die is veel te moeilijk om te controleren. Nou, de teleportatie kunnen we dan gebruiken om al die rekeneenheden met elkaar te laten praten. Op dit moment kijken we in onze opstelling naar twee deeltjes die op een haardikte afstand van elkaar zitten in één diamant. En ons eerste doel is nu om kwantumteleportatie te doen van de toestand van één van die deeltjes naar het andere deeltje. Nou, de volgende stap is dat we kwantumteleportatie willen doen tussen twee deeltjes die niet vlak bij elkaar zitten, maar die in verschillende diamanten zitten en dus ver uit elkaar zitten. Nou, op dit moment zijn we al bezig om een tweede meetopstelling te bouwen om dit experiment te gaan uitvoeren. Nou, over een paar jaar, wat we eigenlijk willen, is dat we een verstrengelde toestand kunnen maken tussen twee deeltjes. Waar we dan zelf tussenin kunnen gaan staan, zonder dat die verstrengeling verstoord wordt. En dan kan de teleportatie dus als het ware door ons heen, van de ene kant naar de andere kant van het lab.